Dione Housheer staat met de Nederlandse handbaldames aan de vooravond van het wereldkampioenschap in Zweden, Denemarken en Noorwegen. Het team is in voorbereiding op Papendal, wat voor de Ulfse bijna voelt als een reunie. Ik denk dat het het leukste wat er is om van je land uit te mogen komen. De sfeer is meteen goed. Het is altijd leuk dat je de meiden een aantal weken niet hebt gezien. Dus iedereen van alles te vertellen. En het voelt gelijk gewoon weer goed. Ook op de training is al een onwijs goede training. Dus de sfeer zit goed in. Hoewel ze pas 24 jaar oud is, is het voor de Ulfse al haar vijfde eindtoernooi. Het blijft toch bijzonder om een Nederlandse shirt te dragen. Als je een Nederlands teamshirt bij me aan mag doen, is het vooral gezonde spanning. Dat je denkt, oké, ik mag weer in Interland spelen. Dat brengt heel veel positieve energie met je mee. Maar ja, je weet wel hoe zo'n toernooi ernaartoe toe gaat. Ook vooral met het reizen en in het hotel zijn. Dus ja, dat is allemaal niet meer nieuw. Dus dat is ook wel fijn dat die focus daar ook niet meer op ligt. Dus ja, dat is alleen maar fijn. De Nederlandse handbaldames spelen de groepwedstrijden in Frederikshaven in Denemarken. Prettig voor Housheer, die al sinds 2018 in het land speelt. Ja, het voelt een beetje als thuiskomen dan weer. We gaan daar volgende week weer naartoe en dan ben ik natuurlijk het hele jaar door. Dus ook wel weer leuk. Je weet ook wel dat daar het eten en alles is goed geregeld. Dus dat is ook wel weer fijn dat je daar een beetje bekende weg vooral. Dus ik ga weer naar huis volgende week. De winnaar van het WK plaatst zich al voor de Olympische Spelen van 2024. Er staat dus het nodige op het spel naast de gouden medaille. Maar Housheer wil nog niet verder kijken dan de relatief makkelijke groepsronde. Het is te doen. We hebben niet hele moeilijke tegenstanders. Argentinië, Congo en Tsjechië. Dus dat zijn wel tegenstanders die we moeten winnen. Dus vanuit daar kijken we verder. Dus ik denk dat de pool moet wel goed komen. En de doelstelling? Is die al bekend? Nou, is lastig. We gaan wel natuurlijk naar een toernooi om te winnen. Je gaat daar niet mee heen om achtste te worden. Dus tuurlijk gaan we voor medailles. Maar we gaan per wedstrijd bekijken hoe het gaat. Eerst de pool, dan maar door naar de hoofdronde. Dus we gaan het zien.